Corrie. Volgens mij is hier iemand. Luister naar de zwarte kapitein. Waar is je broer, Kramer? Wie zijn jullie? Kom op, geef antwoord. Ja. Ik denk in de tiende gekrij. Wat heeft dit te betekenen? Wat komen jullie hier doen? Wij komen het goud halen dat Leid Binnengieter uit de kerk heeft gestolen. Goud dat ons toebehoort. Leid? Dat is een oude kreupele man. Die doen er wel meer net alsof. Wie zegt dat jullie recht hebben op dat goud? Als jullie meewerken, dan gebeurt er niks. Daar is niemand. Jij. En jij. We zoeken het hele huis. Kijken waar Leij zich verstopt kan hebben. De tering? Kom even. Niks, de hele boerderij is leeg. Wie zijn we? Wij zijn de bokkenrijders, jongeman. De bokkenrijders. Ja. Zo'n 20, 30 man zeker. En ze waren allemaal gewapend en gemaskerd. Dus de bokkenrijders zijn weer terug. Duivels. Ze zeggen dat ze vroeger konden vliegen. Ja, als er wervelwind. En altijd gemaskerd. En in het zwart. Ja, dat waren ze nu ook. Maar vooral die kapitein. De zwarte kapitein. De zwarte kapitein. Die is toch dood? Nee, die is niet dood. Ontsnapt. De schout had ze gevangen. Alleen de zwarte kapitein ging er vandoor. De rest is opgehangen. Maar waarom kwamen ze vanavond hier? Ze weten dat Leij bij ons woont. Ja, die verdomde bokkenrijders denken dat Leij het goud uit de kerk heeft gestolen. Waarom Leij in het zemel staan? Ik denk dat hij het zuur heeft waarmee het goud is weggehaald. Leij is verdwenen. Wie had dat nou van Leij gedacht? Leij heeft er niks mee te maken, dat weet ik zeker. Wie had nou gedacht dat die bokkenrijders terug zouden komen? Wanneer beginnen de mijnkremers? Over 2 weken, heer Schout. Het waren echt bokkenrijders. Onzin, gewone roversbende. Maar ze waren gemaskerd en in het zwart. Dat kan elke bende doen. Ik heb de indruk dat ze hier iets hebben gezocht. Ja, het goud uit de kerk. Goud hier? Waarom? Mijn broer Leij werkt in de tingieterij met zuren. En daarom denken ze dat hij het goud heeft. En Leij die woont hier bij jullie? Hebben ze alles doorzocht? Ik geloof het wel, ja. Wat zit hierachter? Haal die hond weg. Niet dat ik bang van honden ben.
Optillen. Maar ze is heel ziek. Optillen! Nee, niet doen. Dan ligt onze geheime schat. Niemand mag er komen. Martin! Martin! Ik hoorde van de overval vannacht. Is er niemand gewond? Nee. En wat gebeurt er nu? Schout is pelotke. Hij zoekt naar het goud. Jongen toch, waar ben je zo bang voor? Voor alles, Anne. Ja, 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 ik voel iets. Ja, maak maar een nieuwe jongen. Die bende, laten we ze nou maar de bokkenrijders noemen, die hebben niets gestolen, dus eigenlijk is er niks aan de hand. Ik wil je broer Lei zien. Ik weet niet waar hij is. Als hij terugkomt, zeg dan dat hij zich bij me meldt. De zwarte kapitein zei vannacht precies hetzelfde. Dus aan Lei de keuze, Kremers. Ze hebben onze geheime schat meegenomen, Martin. Weg. Ja, dat zei ik je toch? Oom Lei heeft hem meegenomen. Nee, de schout. Die slimme Oom Lei. Het ontvreemden van eigendommen van de keizerin van Oostenrijk en het moedwillig verzwijgen van de plaats waar het belastinggoud zich thans bevindt. Hoewel de beklaagde niet heeft bekend, zijn de rechters er zeker van dat alle schuld aan deze zeer zware misdaad bewezen kan worden geacht. De zwaarste straf voor zo'n grote misdaad is de galg. Maar aangezien het hier een vertegenwoordiger van de kerk betreft, zal de straf niet de zwaarste zijn. Het vonnis luidt aldus. Beklaagde is schuldig aan de hieronder genoemde misdaden en wordt veroordeeld tot onthoofding. Het vonnis moet binnen 3 dagen worden voltrokken. En als Winkels, mag ik mij voorstellen? Nee, dat is niet nodig. U heeft zich toch al voorgesteld door een duivelse overval op arme en onschuldige mensen. Dat is meestal niet mijn stijl, Anna. Waarom nu dan wel? Dat is nodig. Dat zal niet weer gebeuren. En dat weet u zeker? U denkt slecht over me, Anna. U bent naar de pastoor geweest. Ja. Maar de schout laat geen mensen bij hem toe. De grauwe beul heeft hem gemarteld. Ja, dat weet ik. Voor een paar dagen zal een onschuldig mens sterven. Zou ik uw vertrouwen winnen? Als ik de pastoor uit de handen van de schuld haal? Waarom vraagt u om mijn vertrouwen? Ik heb hulp nodig. Van mij? Van een mooie, verstandige vrouw. Ja, ja. Het land wordt uitgebuit, Anna. De boeren kunnen de pacht en de belastingen niet meer betalen. En daar wil ik tegen vechten. En hoe dacht u dat te doen? Met de leger. Een leger, maar dat kost geld. Geld. Of goud, Anna. Dus ze waren echte bokrijders? Ja. En? Vloog ze op bokken? Nee, natuurlijk niet. Het zijn gewoon mensen met maskers. Jammer. Jammer? Begrijp je wat er aan de hand is? Ja. Begrijp je niet? Je was er niet eens. Nee, ik wist toch niet dat ze zouden komen. Ja. Volgens mij weet jij veel meer dan je wilt vertellen. Ze kwamen voor Oom Lei. Iedereen in de stad heeft het over Lei. En over de pastoor. Omdat hij het goud heeft gestolen.
Ik heb ook nog gehoord dat hij wordt onthoofd. Onthoofd? Ik heb nou eens zigeuners. Zigeuners. Eerst het belastinggeld gestolen, dan een nieuwe bokkenrijdersbende en nu zigeuners. Misschien willen ze alleen maar optreden. Ja, ja, optreden. Handelen willen ze en geen belasting betalen. En de mensen in de stad het eten uit de mond stoten. Is er al een spoor van lei en het goud? Nee? Dan moet die pastoor opnieuw gemarteld worden, voor die wordt onthoofd. Hij moet weten waar het is. Bokkenrijders, zigeuners, ze spannen allemaal samen. Met de pastoor? Zou best kunnen. Die zigeuners gaan mijn gebied uit, nu! Maar ze staan onder bescherming van de kanunnik. Kunnen niets doen. Dat zullen we dan wel eens zien. Kom mee, erachterna. Nee. Ze komen overal, misschien weten zij waar leiders. Nou, goed, met de wagen, met de mooiste koopjes. Stoffen uit Duitsland en tin uit Francia. Koper uit Spanje en voor niets. Bijna voor niets. Kijk naar die prachtige kleden uit Roemenië. Vergeet niet die toekomst laten voorspellen. Daar is ze door Mama Maria. Mama Maria kijkt door de donkerste diepte en de lichtste hemels. En zie waar die wacht. Geluk of verdriet. Hoeveel kost dat voorspellen? Jonge knapen met veel toekomst, dat kost dubbel. Maar omdat jullie de eerste zijn, krijg je voor de helft van de dubbele prijs. En hoeveel is dat, de helft van de dubbele prijs? 3 sterren. Maar we hebben nog geen geld. Kunnen we er niet voor werken? Werken? Doe zelf wel. Hé. Hey. Kom. Ga maar zitten. En zeg eens, wat willen jullie weten? Of ik rijk word? Leg je hand maar op tafel. Junior? Isten, te jó Isten, mi van a tenyerében? Látok? Veszély, nagy veszély. Egy bak. Nagy a szarva, egy angyal, a szárnya aranyból. Ze ziet gevaar en duivels. Een grote gouden bok met grote horens. En een engel met gouden vleugels. Dat zijn de bokkenrijders, Martin. We moeten hier weg. Nee, wacht. Ik weet wat er nog meer ziet. Keresnek. Sok nép keres. Een zoektocht. Martin, kom. Lei. Vraag of ze weet waar Lei is. Ismét a sátán és óla. Ze ziet nog steeds duivels en lood en goud. Martin, kom mee. Ze wist van die bokkenrijders. Zie je nou wel dat dat duivels zijn? Bijna verteld waar Lei is. Scheid het, nu weet ik nog niks. En wat heeft lood dan met goud te maken? Dit moest ik je geven van mijn Marije. Brengt geluk en je kan ermee vinden wat je zoekt. Hij zoekt niks en ik zoek ook niks. Kom. Heeft u dan helemaal geen greintje menselijkheid in uw ziel? Menselijkheid? Weet u wat het gevolg is van de diefstal van het belastinggoud? Dat ik een tweede heffing moet instellen.
Dat kost de boeren nog meer geld. Is dat soms menselijkheid? U had hier eerst al niet moeten instellen. Ik ga hier mijn tijd niet verdoen met een heks. Ah, u gelooft in heksen. U kunt de pastoor heel even bezoeken. Dergelijke gunst sta ik niet dagelijks toe. Dank u. Anna Swinkels. Leij. Er schijnt wat verwarring te zijn over een kleine hoeveelheid goud. Waar jij vast meer van weet? Zeg mijn goede vriend de pastoor dat zijn opdracht zal worden vervuld. En meer dan dat. Zeg hem dat zijn vriend Leij daar een dure eet op zweert. Leij, je speelt met vuur. Een tinnegieter speelt altijd met vuur. Je hoort spoedig van me. Ik moet nu gaan. Leij. Leij? Weten we nog niet waar Leij is. En als we Leij niet vinden, komt het goud ook niet terug. Dan onthoofden ze de pastoor. En als het goud niet terugkomt, moet je in de mijnen gaan maken. Het gaat niet om de pastoor, Wolf. Wat kunnen we voor hem doen? Wist ik het maar. De pastoor zal altijd bij je blijven, Martin. Wat bedoel je? Mijn vader en moeder zijn ook nog altijd bij hem. Ik heb... Kom mee. Dit is het geheimste plekje van de wereld. Niemand kent het. Prachtige plek, Wolf. De pastoor heeft u gezegend. Mijn vader en moeder werkten ook in de mijn. Tot het ongeluk. Mijn vader raakte bekneld tussen twee stutten. Mijn moeder heeft hem nog geprobeerd hem te redden. Hoe weet je dat? Ik was erbij toen het gebeurde. Ik heb ze nog geprobeerd te redden. Daarom ga ik ook nooit meer naar beneden. Jij moet ook niet de mijne gaan. Ze zijn nog altijd bij me. Beloof je me dat je dit plekje nooit zult verraden? Ja, natuurlijk. Ik heb ook een geheim. Leij heeft het goud niet gestolen. En de pastoor heeft ook niks gedaan. Ik heb het goud gestolen. Nou, hebben wij toestemming? Ja. En waaruit mag het blijken? Zou ik hier naar binnen gaan zonder toestemming? Niemand mag hier binnen zonder toestemming. Nou dan. We zijn het met elkaar eens. Ik hou het niet lang meer uit, Anna. Natuurlijk wel. Hier. Dat helpt een beetje de pijn te verzachten. Ik ben al te dood veroordeeld, maar ze volgt er maar door. Ze geloven niet dat ik niet weet waar het goud is. Maar... ik weet het werkelijk niet. Leij vertelde me dat die opdracht vervuld zal worden. Dat is goed zo. Dan sterf ik niet zomaar. De zwarte kapitein zal u redden. Alleen God kan mij redden, Anna. Waar heb je het goud dan gelaten? Ik ben het kwijt. Kwijt? Leij heeft het meegenomen van de plaats waar ik het verstopt heb. En Leij is verdwenen. En morgen wordt de pastoor onthoofd. Wat moet ik doen, Wolf? Ik wou dat je me nooit had verteld. Maar ik zal je helpen. Ik kom vanavond aan mijn nut. Morgen wordt de pastoor onthoofd. Ja, verschrikkelijk. En niemand die hem kan helpen. We zullen moeten berusten. Misschien bent u wel de enige die hem nog kan helpen. Ik? Nee. Ik vrees dat ik niets voor hem kan doen. De schout luistert misschien naar u. Hij zal niet willen luisteren.
Nee, we moeten berusten. Tenzij de bokkenrijders. De bokkenrijders? Ik dacht dat u dat een misdadige bende vond, dokter Kierighoffs. Ze hebben de boerderij van Kremers overvallen. De pastoor heeft tenminste een daad verricht. Daad? Welke daad? Die heeft ervoor gezorgd dat het goud van de boeren weer terug gaat naar de boeren. Hebben de boeren hun goud terug? Dat bedoel ik. En toch zie ik duizendmaal liever een man die vecht voor zijn volk dan een die zegt, we moeten berusten. U heeft uw kruiden, ik moet nu gaan. De mensen moeten bang voor ons zijn. Wij moeten lijken op een wervelwind. Als duivels, wat we plotseling verschijnen en snel weer kunnen verdwijnen. En denk erom. Bokkenrijders werken samen. En niet ieder voor zich. Het goud moesten we hebben, kapitein. Ja, 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 ja. En heb je daar gevonden van Brakel? Nee. Wel, dan kan je zo'n arme boer als die Kremers toch best met rust laten. Van een kale kip kunnen we niets plukken. Een zwarte kapitein die het goud voor zijn neus laat wegkapen. Het goud was daar niet, maar het komt. Rijden we vannacht ook uit? Mannen, jullie willen toch het goud? Ja, natuurlijk. Ja. Dan zullen jullie ervoor moeten werken. Er is iemand die weet waar het goud is. Leiden Tinnegieter. Nee, Van Brakel, nee. De pastoor. Hij moet worden bevrijd. Voor hij wordt onthoofd. Morgen. Op klaarlichte dag. Overdag? Nooit van mijn leven. Ik doe niet mee. Ik heb jullie toch niks gevraagd? Ik zal de schout een lesje leren. Morgen. Overdag. Ik heb maar 2 man nodig. Maar 2 man? Misschien kunt u mij gebruiken. En mij. Goed. Jullie gaan met me mee. En Van Brakel. Ik wil dat jij morgen voor mij je hoed van je hoofd afneemt. Ik hoop dat u dan nog een hoofd hebt om de uwe op te zetten. Wolf, ik weet het niet meer. We moeten dat goud zien te vinden. Als we dat teruggeven, laten ze de pastoor misschien vrij. Als nou zuster waar Lei was, hij kan toch niet zo ver gekomen zijn, zo zwaar als dat goud. Misschien lukt het met dat ding dat je van het zigeunermeisje hebt gekregen. Ja. Dat heb jij toch weggegooid? Ja, die bedoel ik.